heel bijzonder om dus een muur van deze omvang te mogen reconstrueren. Wij zijn restauratieaannemer, dus we zijn wel gewend om aan oude monumentale panden of muren te werken. In deze omvang komen we dat eigenlijk nooit tegen. Het mooie van dit project Herman Moerkerk is dat we zowel een stukje muur kunnen reconstrueren om te laten zien hoe het ooit is geweest. Een stukje oud metselwerk uit de 13e eeuw ook echt kunnen laten zien en in zijn originele staat. En een nieuw stalen constructie om te laten zien hoe groot het geweest is, maar wel met een modern nieuw materiaal. Wat deze plek zo ontzettend bijzonder maakt, is dat hier dus nog een onderdeel aanwezig is van die toren. En hier zie je dus ook nog echt 13e eeuws metselwerk met die enorme bakstenen die hier destijds zijn gebruikt. En dat is dan ook de enige plek in de binnenstad van 's-Hertogenbosch waar buiten iets te zien is van die 13e eeuwse omwalling. Daarnaast reconstrueren we een 13e eeuwse weergang. Dat is een deel van de stadsmuur die vroeger rondom de stad stond. En die muur die wordt compleet gebouwd volgens historische details. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld de stenen, maar ook de mortels die zijn gebruikt, de verbanden die we toepassen. En wat heel leuk is aan dit project is dat er heel veel leerlingen ook worden geplaatst. Jonge gasten die ervoor hebben gekozen om het vak echt te willen leren van restauratiemetselaar, die kunnen hier hun hart ophalen. Ja, dit is een geweldig mooi project.